Ja, natuurlijk, Fishy hier weer. En vandaag weer een nieuwe Battlefield 4 online potje, wat ik ga doen. Ik heb net een potje Conquest gedaan, small, maar ja, het is small, maar ik vond het nog heel erg saai, als ik eerlijk ben. Ik weet niet hoe die map heet, maar er waren in ieder geval eilandjes en zo, en een boot en weet ik veel. Het was wel een leuke map trouwens, maar ik vond het echt super saai en je moest tyfus aan het lopen, dus ik doe dat even niet. Misschien trouwens dat we een keertje met een groepje gewoon dit gaan live doen, snap je? Dat ik het gewoon opneem en dat ik het dan live doe. Maar we gaan gewoon lekker potje 10 deathmatch spelen. En ik ga gewoon een server join en hopen dat ik een andere map vind dan de vorige keer natuurlijk. Ik heb echt nog helemaal weinig gegamed, ik heb dus alleen dat tweede potje gedaan en... Ik weet absoluut niet hoe sommige dingen nog in elkaar zitten. Want ik heb eigenlijk alleen maar de singleplayer gedaan. Natuurlijk voor mijn Let's Play kanaal. Wil je daar trouwens eventueel abonneren? Dat zou fijn zijn natuurlijk. Fishplays. Ik ga gewoon even kijken. En we gaan even een beetje lekker klooien. Ik kijk hoe ver het potje is. Niet dat het meteen al bijna afgelopen is. Anders doen we het volgende potje. Oh, nou. Volgens mij ga ik van het ene potje in het andere potje. Dus is de wedstrijd net afgelopen. Dus dat is hartstikke fijn. Henen Resort. Oké, nou, dit is een of ander hotel, zo te zien, hè? Een resort, dus een of ander hotel, de omgeving in ieder geval. En, nou, we gaan gewoon lekker. The team with the most kills win. Nou, voor mij moeten we gewoon 100 kills maken. Als het een beetje goed is. Nou, ik ga gewoon met de AK-12 assault spelen. En kijken hoe groot deze map is. Lekker de actie even zoeken. En ik ga waarschijnlijk dood in eerste instantie. En mijn battery is ook alweer bijna leeg, maar het lijkt zo alsof het leeg is, maar dan duurt het nog echt wel een uur. Even kijken. Ik moet even wennen weer aan de aim en zo, dus sorry daarvoor. Maar ja, ik begin natuurlijk net... Oh, we staan trouwens wel meteen... Oh. Oh, het is wel trouwens een hectisch mapje. Oké, ik heb voor mij een killer gemaakt. Oh, en iemand zag me. Waar zat hij dan? Oh, ik zag hem echt niet daar. Wel een leuke kleine map trouwens. Dat is wel lekker actievol. Maar ja, even kijken. Kan ik al deployen? Want dat duurt een beetje langzaam allemaal. Dat vind ik had wel iets sneller gemogen van mij. Deploy nou. Oh, het is wel een lekker klein mapje dit. Dat is wel vet trouwens. Daar hou ik echt van. Weet je, een beetje van de actie. Een beetje van de dingen. Ik heb zelf niet trouwens het premium. Helaas. Wow, ik was in één keer dood. Twee man. Wauw. Ik ben echt dus niet zo goed in Battlefield 4. Wil je trouwens meer Battlefield 4 zien? Bijvoorbeeld elke map, gewoon standaard map. Weet je, laat dan even een comment achter. Laat dan even die like achter van mij natuurlijk. Is te ver, hè, ja. Oh, ik moet even... Ja, dat is een nadeel als je dat niet weet. Als jij bukt of zo, dan gaat het blokkeren en zo. Ja, ik ben helemaal... Natuurlijk, in dat geval ben ik even Call of Duty gewend. Even op mijn tactical gaan en zo. En dat soort dingen. Kom op, even deployen. Maar voor mij is mijn team ook tegenstanders veel beter. Want wij staan maar met 7 kills. En tegenstanders hebben al 28 kills. Enemy killed. Avenger Ribbon. Ik loop ook als een debiel gewoon rond. Ik heb er altijd fucking schijt aan, weet je. Gewoon lekker het duel proberen te zoeken. Dat is het leukste om te doen. Heb ik wel iemand gekild? Ja, ik heb iemand gekild. Ik ben daarna wel gekild. Voor mij gaat het wel redelijk. Ik hou er even niet de score bij. Maar wat is de score dan trouwens nu? Dat is wel belangrijk. Ik hou niet bij een score bedoel ik bij. 13:45. What the fuck. Hopeloos team. Daar liep er iemand. En durf ik er nou achteraan te gaan? Ik heb wel assist. Kill ik nou iemand? Ik kill heel iemand, ja.
Oké. Maar soms vind ik het een beetje onduidelijk om te zien altijd wie ik... Tenminste, of je hem gekild hebt soms. Dat is soms een beetje lastig. Even kijken. Oh, kijk. Iemand die met een shotgun hier. Even kijken. Zit hier boven. Last man in squad. Iedereen is weer dood. 1856 gewoon. Ik ga eens kijken of ik even naar boven kan. Daar ben ik nog niet geweest. Wauw. Ja, het is natuurlijk allemaal... Oh, hij is al dood, zie je? Cool. Je zag nog doodgaan in de... In de cam. In de cam, in de mini... cam. Nou. Misschien nou helemaal achteraan. We gaan echt dik verliezen gewoon. Jezus, mensen. Ik heb echt een grafteam in dat geval. Dit is de eerste keer dat ik het map, deze map speel, dus... Oh. Oh, waar dan? Beginnen die daar of zo? Ja, dat zal wel. Ik weet niet waar ze beginnen natuurlijk. Nou. What the fuck? Ja, een M16. Is veel stabieler natuurlijk. Misschien dat ik even een andere klasse neem. Even keer. Even kijken. Dan moet ik engineer kiezen. Dat is met een MX of zo. Support. Recon. Dat is natuurlijk sniper. Even kijken wat dit voor wapen is. Wauw. Oké. Okay. Oh, ik was al scheel. Maar ik had mazzel. Hup, payback. Kut. Ja, dan ben je te traag, hè. ACWR. Ja, die heb ik volgens mij nog niet. Ik moet alles nog unlocken. Ik weet niet hoe dat allemaal precies gaat. Ja, wel voor dat trouwens dat ik ook de singleplayer natuurlijk doe op mijn Let's Play kanaal. Want dan unlock ik weer nieuwe wapens. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Maar we gaan wel dik verliezen trouwens, zie je. De tegenstanders hebben al 88 kills, manies. Ik heb echt een... Hier zit hij boven, zie je? Bij jou boven zit hij hier. Huh? Claymore. Jammer. We gaan de muziek alweer krijgen. Dat de wedstrijd alweer bijna afgelopen is. Ongelooflijk. Kijk of ik nog een killetje kan maken. Ja. Ik burst een beetje ermee, want volgens mij... Ah, oh, dat deed hij goed, granaat. Dat deed hij goed. Nice. Maar de map vind ik wel trouwens heel erg leuk om te spelen. Dus nogmaals, als jullie het gewoon achterlaten, ga ik gewoon elk TDM map, tenminste elk map op TDM spelen. Wat is hij aan het schieten in de lucht daar? En de wedstrijd is afgelopen. 3800 verloren. Jongen, 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 jongen. 10 deathmatch, 100 kills in 60 minuten is het ook trouwens, het potje. Nou, het is echt heel ernstig. Wat is hem scoren? Dat is altijd leuk om te zien. Nou, we gaan eerst levelen natuurlijk. Level ik genoeg? Je ziet het, nee, ik ben aan het beginnen. Oké. Okay. Nice. Total round boost, 2100. Oké. Okay. En wat heb ik uiteindelijk? 912. Nou, uiteindelijk valt het wel mee. En die ene gozer bij de tegenstander heeft gewoon 26-1. Nou, die heeft dan wel heel erg gecampt, zou ik zo zeggen. Want dat durf ik dan wel te zeggen. Natuurlijk is het natuurlijk wel zo dat je een beetje eigenlijk moet campen in Battlefield. Maar, nou ja, campen, het hoeft niet echt, weet je. Waarom niet? Je gaat zo belangrijk in stats. Ik vind van niet. Ik vind het leuker om te winnen. Ja, natuurlijk win je met 26-1, dan ga je ook sneller winnen natuurlijk. Maar, weet je, het lijkt me niet zo leuk eigenlijk. Maar ja. Ik hoop toch dat jullie het leuk vonden eventjes. Dus wil je meer Battlefield 4 zien op mijn kanaal? Laat het gewoon even achter bij de comments. Laat ook gewoon een like achter. Vind ik ook leuk. Hè? Support me. En dan zeg ik natuurlijk zoals altijd. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.